Interrupties worden nu opgespaard. Heb jij interrupties? Zo, gaat u gaan. Voorzitter, allereerst een woord van dank aan Sylvana Simons. Er wordt hier wel eens gezegd, je moet geen kleine fracties hebben, maar ze voegen wat toe aan het parlement. Ik ben het vaak met je oneens, en dat blijf ik ook, maar het voegt wel wat toe aan het debat, om dat andere geluid hier te hebben. Dank je. Voorzitter, bestaanszekerheid. Het woord kwam eindelijk in de troonrede. Het staat al 40 jaar in de grondwet. Maar Nederlanders hebben steeds meer moeite om het eind van de maand te halen. De officiële armoedestatistieken laten het niet zien. Die laten een daling zien. Maar in de werkelijkheid zegt het Rode Kruis dat er 400.000 mensen in voedselarmoede leven hier. Het is nog erger. 10.000 gezinnen zitten al 7 jaar onder het bestaansminimum. Onder de bijstandsuitkering vanwege een rare samenloop van allerlei regelingen die ik je urenlang zou kunnen uitleggen. Het gaat tot 2028 duren om dat op te lossen. En deze mensen worden niet benaderd, terwijl we weten dat ze hun eten niet kunnen kopen. Is de regering bereid om nog dit jaar deze mensen aan te schrijven? En in ieder geval die mensen die onder toeslagenwet vallen, dat is een uitkering van het UWV, rechtstreeks aan te bieden om het in ieder geval aan te vullen tot het bijstandsniveau. Het minimumniveau in een nette samenleving. Voorzitter, we praten hier vaak over het minimumloon. Nederland heeft een hoog minimumloon. En als je over bestaanszekerheid wil praten, moet je niet alleen kijken naar het inkomen, maar ook naar de uitgaven. We hebben de afgelopen jaren de basisvoorzieningen overgelaten aan de ongetemde krachten van de neoliberale markt. Het gas uit Groningen is niet gebruikt voor de leveringszekerheid en de betaalbaarheid van de Nederlandse gebruikers. Hoe ver staat het met de plannen om het gas dat nog vanuit de Noordzee gewonnen wordt, daar wel voor te gebruiken? Want toen er een crisis was, hadden wij ons gas tegen een vaste prijs verkocht, of een iets variabelere prijs, en moesten we het tegen woekerprijzen inkopen op de internationale markten. Voorzitter, collega Simons noemde het al, de jeugdzorg wordt geregeerd door investeringsmaatschappijen. Maar het is niet anders voor huisartsen, dierenartsen, woningbouwcorporaties of de kinderopvang. Ik wil graag, en die maken woekerwinsten, op onze publieke voorzieningen. Ik zou graag, net zoals we bij het bestaansminimum gehad hebben, een commissie hebben om ervoor te zorgen dat die fiscale regelingen waar ze gebruik van kunnen maken verdwijnen. Dat er regulering komt, zodat de prijsmaxima komen. En dat dit niet meer volledig aan de markt wordt overgelaten, maar ook niet volledig wordt genationaliseerd, zeg ik u erbij. Er is meer van bestaanszekerheid, voorzitter, daar kom ik op een andere keer aan terug. Voorraadvorming, schulden, de heer Dassen noemde ze al, en een vereenvoudiging van ons stelsel. Voorzitter, als wij die woningen willen krijgen, dan moeten we 1 ding doen. Als wij de woningnood willen oplossen, 390.000 huizen komen op dit moment tekort, dan kunnen we niet toelaten dat we zo'n grote migratiestroom hebben. 107.000 mensen in 2021, 223.000 in 2022. Als je 70.000 woningen per jaar bouwt, dan betekent dat dat je wachtlijsten alleen maar oplopen. En als dit kabinet steun zoekt voor de grote transities die het doet, dan moet ze beseffen dat als ze een transitie over 30 jaar doet, dat een gezin dat morgen niet kan eten, of een gezin dat weet dat het de komende 5 jaar geen woning kan vinden, dan zal ze de steun volledig van verliezen. Is de regering bereid om, zoals de Kamer vroeg, de arbeidsmarktmaatregelen, om ervoor te zorgen dat de arbeidsmigratie afneemt, waarover overeenstemming bestond in het kabinet, door te voeren? Om de beperking van de studiemigratie, studie bestuurskunde aan de Universiteit Twente is nu in het Engels, terwijl iedereen in het openbaar bestuur toch echt Nederlands spreekt, om daar nu echt maatregelen tegen te nemen. En om te kijken hoe je naar zeg maximum 50.000 totale migratie zou kunnen komen. Nee, migratie gaat niet naar nul, zeg ik tegen een aantal mensen. En dit gaat over studie, arbeids- en asielmigratie bij elkaar. Maar als wij stromen van 100.000 tot 200.000 hebben, dan zullen wij, en dat zal de Staatscommissie over Demografie vast ook laten zien,
rond 2050, 2060 22 miljoen inwoners kennen of iets in die regio. Dan moeten we elke 2-3 jaar een stad zo groot als Utrecht bijbouwen. Voorzitter, dan het bestuur. De regering begon de troonrede over de slachtoffers van het gas, de slachtoffers van het kinderopvangtoeslagschandaal. Voorzitter, een rechtsstaat is duur. Een rechtsstaat is kostbaar. Maar weet u wat nog duurder is? Geen rechtsstaat. Niet alleen is het duur voor de slachtoffers, het is duur voor de miljarden compensatie die je moet betalen. En het is duur omdat je het vertrouwen als overheid verspeelt. Welke lessen heeft de regering nu getrokken uit deze schandvlekken van de afgelopen jaren? Welke wil zij nog oplossen? En mag ik een hele kleine geven? En het lijkt symbolisch, maar na 22 november zijn er nieuwe kansen, voorzitter. Want ik ruik verandering. Ik zie de zonnestralen van iets anders doorkomen. Maar begin eens met iets minder spin. Het aantal voorlichters is opgelopen van 5 naar 800. Er zijn nu meer voorlichters in de Rijksoverheid dan, voorzitter, dan u aan leiding geeft aan ambtenaren in de Tweede Kamer. Laat dat tot u doordringen. En wil de regering eens beginnen daar 100 FTE van af te halen de komende 2 jaar via nota van wijziging? Dan maken we die kleine stap en dan kunnen we de grotere stappen nemen na 22 november. Dank u wel. Dank u wel, meneer Omtzigt. En dan geef ik tot slot het woord aan mevrouw Cunningham. Oh, voorzitter. Volgend jaar iets meer tijd en iets eerder op de avond. Dank u wel, voorzitter. Mijn laatste APB. Ik vind het een grote eer om Kamerlid te mogen zijn.